Dag iedereen, ik heb inspiratie voor jullie feestdagen. Een wafeltje met spinazie in, kruidenroom en een lekkere gerookte zalm erop. Echt super feestelijk. We gaan beginnen met de wafeltjes, want die moeten eventjes rusten. En dat is simpelweg alle ingrediënten in de blender. Voilà, zie. Prachtig, hè? Dat is hier helemaal groen. Dan mag daar kaas bij. Peper en zout, want het is een hartig wafeltje. Hè? Het is geen zoete wafel. Een deel van de boter. Bloem. En als laatste nog een beetje gist. Deksel erop, ook belangrijk. En dan nog eens mixen. Het deeg mag een uurtje rusten. Daar zit gist in, dus daar gaan allemaal kleine belletjes in komen. Dat gaat schoon opkomen en dan krijg je een luchtig wafeltje. Wanneer het deeg rust, kunnen we alle garnituren maken om onze wafeltjes mee te gaan versieren eigenlijk, want het is een supermooi wafeltje. Slagroom met een beetje citroen, peper en zout en dat gaan we opkloppen. En doordat we er citroen bij doen, krijgt de room echt een aparte consistentie. Gaan we er nog vieslook bij doen. Dan hebben we een kruidenroom. Hij is net allemaal super fijn, hè. Hoe kunnen we beter liefde geven dan met lekker eten maken? Toch, voor de mensen dat we graag zien? Oui, chef. Kijk, ons fantastisch luchtig wafeltjesdeeg. Knalgroen. En we willen die een beetje groen, die mogen een beetje gekleurd zijn, maar we willen die vooral groen houden. Dus we gaan ons wafelijzer niet op de maximum zeggen, maar eigenlijk ja, toch medium. Even mengen. Met de rest van de boter gaan we wafelijzer invetten. De wafeltjes zijn gebakken. Nu gaan we ze afwerken met de slagroom, met verse kruiden, met viseitjes. Kan ik je zien hoe dat... En met gerookte zalm. Ik ga twee manieren tonen van dresseren. Daarmee bent u geïnspireerd. Wafeltje 1, check. Wafeltje 2, hoe kan ik dat hier snijden? Nou, je ziet het, laat je kinderen maar helpen in de keuken. Hè? Die vinden dat fantastisch. Zo beginnen ze te leren. Hè? Schat, kijk eens wat een mooi wafeltje dat je maakt. De receptjes van dit wafeltje staan op delijze.be. En volgende keer maak ik een exotisch taartje. Eigenlijk ook heel haalbaar en feestelijk, hè? Want we maken feestelijke gerechten. Jij bent al aan het proeven! Ja. Want dat is niet doenbaar. Want ze is enthousiast, daar zijn we toch allemaal blij om. Dank je om te kijken, tot de volgende keer. Maakt het gezellig!